Waaruit het leven wordt gevoed. Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft. In de naam van de eeuwige ontvangen we nieuw licht in onze ogen. Amen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn op zondag 21 maart, de dag dat de lente begint, of de dag dat we hier met elkaar zingen en het koor zo missen, want hoe mooi is het om met elkaar te zingen. En ik hoop dat jullie ook de liturgie uit de mail hebben gehaald, zodat je mee kan zingen. Want als je met elkaar meezingt, dan is het net even wat leuker. We zitten nog in het Willy Brodershuis hier in Heilo. We gaan het vandaag niet over de verkiezingen hebben. We gaan het ook niet over code zwart hebben. Ik ben hier met Leonie en Theo en met Vera en met Corrie. En we zitten hier bij elkaar wetende dat jullie thuis met ons mee zingen en bidden en vieren. Dus welkom Puk en welkom Corrie. En welkom, Timmy. En ja, je zit gewoon hier. Hoef jou niet expres nog welkom te heten. Welkom Gerda en Wessel. En al die mensen die ik zo mis. En fijn dat jullie met de chat ook mee kletsen. Vandaag is het niet een makkelijk thema. Het gaat over, in de vaste tijd, over hoe ga je om met ziekte, met hartzeer, met tegenslag, met dood. Over de zin van het leven door zin te geven aan ons lijden. De zware kost. Dus ik denk dat het goed is om te beginnen eerst om Gods genade te vragen in het gebed om vergeving. Ik weet dat ik dingen gedaan heb waarvan ik inzie dat zij niet goed waren. Ik zal bewuster leven om die fouten niet meer te maken. Ik vraag daarbij uw hulp. Amen. En om open te kunnen staan voor de woorden die gesproken worden, vragen we om wat licht. Ever of love,
eerste lezing over uit de put komen. De boer had op zijn erf een droge put liggen. Op een dag viel zijn ezel in de put en de boer kreeg hem onmogelijk uit de put getild. De boer vroeg zich af wat te doen. De ezel was al oud en de put moest dicht. Hij besprak het met zijn buren en zij besloten de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allemaal een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal, totdat het op een gegeven moment stil werd. Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgde, kwam de ezel steeds hoger te staan, totdat de ezel zelf uit de put kon stappen. Zo leerde de ezel aan de boer een belangrijke les. We kunnen uit de diepste put komen, al lijkt de situatie nog zo onmogelijk. Schud het van je af en neem een stap omhoog. De tweede lezing is uit het Evangelie van Johannes. Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding, waren ook enkele Grieken. Deze nu klampte Filippus van Bethsaida in Galilea aan en vroegen hem: Heer, wij zouden Jezus graag spreken. Filippus ging het aan Andreas vertellen. En tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. In deze tijd is er veel aandacht voor de tegenslagen van mensen. Misschien omdat een politicus verloren heeft. Misschien omdat de partijen water bij de wijn moeten doen. Of mensen die in de horeca werken, omdat de overheid het maar verbiedt om open te gaan. Kunst- en cultuursector
de reiswereld, de kerken. Zo kunnen we doorgaan. Mijn buurmans auto is kapot. Mijn neef zijn verkering uit. Mijn nichtje kan geen rijexamen doen. En mijn moeder heeft pijn in de knie. Er is een wachtlijst. Waar is tegenslag nou eigenlijk goed voor? Werkelijk. Wie heeft dat verzonnen dat dat bij het leven hoort? En ik denk veilig te kunnen concluderen dat je in het leven voorbereid moet zijn tegen ziekte, tegenslag en de dood. En het is ook zo dat mensen eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Vandaar dat ik dat verhaaltje over die ezel in de put. Wat een mooi, inspiratievol verhaal is dat. Want zo diep je in de put kan zitten en je op eigen kracht er niet uitkomt, ik weet zeker dat heel veel mensen zichzelf erin herkennen. En de boer had de krachten niet voor om het beest eruit te tillen. Hij ging het maar levend begraven. Weer een schep. En weer een schep. En telkens gooide die grond en puin op het beest met de gedachte dat hij dood zou gaan. En wat hij niet wist, het gedrag van de ezel die constant alles van zich afschudde. En weer een schep. En zonder intentie, zonder voorbedachte raden, schudde hij van zich af en werd een levensles voor ons. Al heb je nog zoveel tegenslag, schud het van je af. Zo gebruik je de tegenslag om uit de put te komen. Dat is de beeldspraak. Dat is de analogie. En Jezus gebruikt ook zo'n beeldspraak. Hij weet dat zijn uitgesproken mening zijn kop gaat kosten. Hij weet dat wat hij zegt tot weerstand leidt. En maakt de vergelijking dat hij is als een graankorrel. Die graankorrel die eerst moet sterven voordat hij vrucht kan dragen. Zo, zegt Jezus, zo zal het zijn met mijn lijden en sterven. En mijn lijden doe ik voor God en voor de mensen. Mijn lijden zal vrucht dragen. Het zal niet voor niks zijn. We zien dat in beide verhalen betekenis wordt gegeven aan lijden. De ezel gebruikt zijn lijden om uit de put te komen. En Jezus gebruikt zijn lijden om Gods glorie. Maar ons lijden dan? En onze tegenslag? Sommigen zeggen, ja, van tegenslag, daar krijg je een sterk karakter door. En weer anderen zeggen, ja, het maakt je sterker. En jij, wat denk jij? Dient het lijden enig doel? Kan je er karmapunten mee halen? Kan je een mooi plekje in de hemel verwerven? Of zoals in de middeleeuwen mensen dachten, hoe meer ze lijden, hoe dichter ze bij Jezus waren? Ieder mens mag zijn eigen betekenis zoeken en zijn eigen betekenis claimen. Zo zegt de een dat lijden een levensles is en de ander bottenpech. De een zegt tegenslag is iets wat ons voorbereidt op ons eigen dood. En weer een ander zegt dat tegenslag een bevestiging is dat hij of zij een slecht mens is en straf verdient. Wat wil jij? Is je depressie een straf? Zijn je angsten alleen je slechte DNA en kan je er niks aan doen? Is je psychose een manifestatie van roofbouw op jezelf? Is je dwang vanwege
slechte jeugd. Of net als Jezus die zijn lijden aanvaarde, omdat hij wist dat het allemaal in Gods plan paste. Het is aan ons. Het is aan ons om betekenis te geven aan ziekte, aan tegenslag, aan hartzeer en aan dood. Denk aan die ezel. Denk aan Jezus. Geef betekenis en het liefst op zo'n manier dat je een beetje lief bent voor jezelf. Want dat gun ik jou en alle mensen. Mogen het zo zijn. Wij bidden u dat we heelheid mogen ontvangen, wijsheid mogen bezitten, een genade ervaren, gezegend te zijn onder de mensen. Wij vragen u om besef, gewijd te zijn om u te dienen voor allen. Drijf de twijfel uit, zodat wij geen gevaar vrezen. Dat we in vrede elkaar onder ogen komen. Geen gemene opzet kennen. Hier zijn we, Eeuwige. We weten ons kind van u. Onze hemelse Vader. Wij zoeken verbondenheid met u. Met elkaar en uw schepping. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Onze Heelmaker. Amen. Bidden wij dan nu met elkaar, ieder op zijn eigen manier, de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals wij een ander vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
Heer Jezus Christus, u heeft aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden en tekortkomingen, maar kijk naar het geloof van uw kerk, uw mensen. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij met jullie. Zegen. Want gezegend je hand die uitreikt naar de ander. Gezegend zijn je woorden die de ander geluk wensen. Gezegend je voeten op weg naar de ander, op weg naar recht en vrede. Gezegend is je boosheid, want het toont ons het heilige. En dat doen we in naam van de Vader, door de Zoon en in de Heilige Geest. Amen. Laten we dan het laatste lied met elkaar zingen. Geef alle ruimte aan de liefde. Gewicht in goud waard. Dankjewel. Fijne zondag allemaal. Geniet van het mooie weer.